De hervormingen die nodig zijn bij de wetswijziging voor omzetbelasting moeten goed onder de loep worden genomen. Het parlement moet weer zo spoedig als het kan bijeenkomen om deze zaken te bespreken. De woorden van VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée afgelopen donderdag. De parlementariër is van mening dat bepaalde maatregelen die genomen zullen worden hard zullen aankomen, maar op lang termijn vruchten zullen afwerpen. Want ik heb de regering gevraagd, alvorens men zo ver gaat, maar niet alvorens, dat we heel spoedig weer bijeenkomen als parlement. Dat is dus een themavergadering over de hervormingen van de belastingen. Want dat is de basis die we willen leggen voor die samenleving. We willen een gezonde economie, we willen een gezond draaiend land. We willen dat alles goed gaat, dat die voorzieningen gegarandeerd zijn voor die samenleving. Niet dat vandaag je iets kan geven en morgen je niet in staat bent. En daarom vragen we en doen we een beroep. Daarvoor is een herstelprogramma, een herstelplan uitgezet. Daarvoor zijn de begrotingen. Straks hebben we ons ontwikkelingsprogramma. Dat is wat wij voor die samenleving willen, een gezonde economie. Gayadin is voorstander van een nieuwe wetsregeling, zodat de informele sector ook een bijdrage kan leveren aan de belastinginning. De parlementariër stelt dat de economie veel profijt hierbij zal hebben. De voorstellen van de regering om belasting te verwerven bij deze sector zijn volgens Gayadin heel gunstig. De basis voor een gezonde economie begint bij goede planning, maar dan met een bijdrage vanuit alle sectoren.